vluchtige stoffen en hun kenmerken. Eventueel in aerosolvorm. Die werken snel. Mogelijk een letale dosis in seconden. Nou, als u bloot wordt gesteld aan deze middelen, dan kunt u eigenlijk heel snel het personeel uitschakelen. Longbeschadigende middelen, dan praten we over fosgeen. Zelfvergiftigende middelen, dan spreken we over blauwzuur. In de Duitsers, in de concentratiekamp. Ja. Toen heette het alleen niet blauwzuur, maar men noemde dat cycloon B. Alle Joden zijn daarmee vergast. Laagtrekkende middelen, mosterdgas, de incapaciterende middelen, WZ en zenuwblokkerende middelen. En dan moeten we weer kijken naar die oogreflex. Hoe lang blijft het maximaal? Hoe lang het aanwezig blijft? Ja. Ja, dat is afhankelijk van de stof. Er zijn strijdmiddelen die een korte levensduur hebben. En dan spreken we over 1 tot 3 dagen. En als we kijken naar een VX, dan kunnen we spreken over 4 tot 10 dagen. En soms kan het nog veel langer zijn, dat is afhankelijk van de temperatuur. Dus daar moet je wel rekening houden. Maar blauwzuur is bijvoorbeeld maar 10 minuten actief, dan is het gewoon weg. Dat wil men heel lokaal gebruiken, of je moet dit in een afgesloten ruimte kunnen gebruiken, dan natuurlijk wel. Maar gewoon in de open lucht zijn die hele vluchtige stoffen, die zijn nog heel snel weg. So be it.